Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt wat sluierbewolking boven ons land, maar daarmee is het ook wel gedaan. De zon schijnt daar makkelijk doorheen en neerslag is voorlopig niet aan de orde. Vanochtend, dus veel zon met wat sluierwolken. Aan het eind van de ochtend, voorzichtig een paar stapelwolken in het binnenland. Maar die blijven klein en vriendelijk van aard. De zon houdt een groot deel van het weerbeeld in uh, zijn greep. Temperaturen lopen uiteindelijk op naar zo'n 16 à 17 graden. Dat zal de maximumtemperatuur zijn, zo rond een uur of drie. En daarna gaat het kwik langzaam weer omlaag met in de avond steeds vaker opklaringen. De stapelwolken die er zijn zullen gaan oplossen. En dan gaan we naar een heldere nacht met vrij lage temperaturen. Kans op grondvorst, vlakbij de grond dus, is zeker weer aanwezig. Morgen overdag 15 tot 18 graden met opnieuw stapelwolkjes in het binnenland en verder veel zon. Een matige wind uit het noordoosten. Voorzichtig gaat het daarna wel wat veranderen, want er komt een lage drukgebiedje dichterbij. Donderdag, een kleine kans op een bui in het oosten van het land. En vanaf vrijdag neemt de kans op buien toch zeker wel weer wat toe. Misschien dat er in het weekend een keer onweer bij zit. Dan komen de 20 graden wel in de buurt. En zondag gaan we daar op veel plaatsen waarschijnlijk zelfs overheen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.